De maagzuurtest. Zoals ik al eerder vertelde, kan je of te veel of te weinig maagzuur hebben. En hoe weet je dat nou en wat kunnen we daaraan doen? Um, dat is gewoon eventjes een test. En heb jij te veel maagzuur? Sorry uh, dat je dan deze test moet doen. Maar anders komen we er niet achter. Omdat heel veel mensen denken dat ze te veel maagzuur hebben. En wat ik al zei, de meeste mensen hebben te weinig maagzuur. Wat je doet is je neemt een beetje water. En je neemt een citroen. Eigenlijk een hele citroen. Die pers je uit. En uh, je gaat dan je maagsap zuur aanvullen. Ik heb het al een beetje uitgeperst. Dus uh, je neemt je water. Je hebt je citroen uitgeperst. En je maakt dat een beetje, je verdunt dat een beetje. En je gaat dit drinken. Nu denk je, oh dat is heel erg zuur. Uh, ja. Heb jij te veel maagzuur, dan borrelt het helemaal op. En sorry daarvoor. Dan weet je, oké, okay, je hebt te veel maagzuur. Heb je nou te weinig maagzuur, dan verzacht dat dus. Doe het wel uh, te, dan tijdens het eten. Ook al mag je niet te veel drinken tijdens het eten. Maar als jij last krijgt tijdens het eten van dat maagzuur. dan heb je in ieder geval nog voeding erbij zitten die dus met dat citroen aan de slag gaat. Wat heb je hier nou aan aan deze tip? Als jij nou te weinig maagzuur hebt. En je hebt dus last van opboeren of dat je spijsvertering niet helemaal lekker functioneert. Is dit het huis, tuin en keukenmiddel om te hebben om jouw maagzappen aan te vullen? Citroenen, je kan ze overal vinden. Zit je in een restaurant, je krijgt last van. dat je denkt, oh, ik heb toch net iets te vet gegeten. of het valt niet helemaal goed. Vraag lekker citroen uitknepen met een klein beetje water. Je ziet het zo lekker zuur mogelijk. Maar. Ja, je moet het wel kunnen drinken. Dus niet dat je helemaal zo zit, maar een beetje echt wel kunnen drinken. Dan vul je dus het zuur van je maagzappen aan om het eten goed te verteren. Um, veel mensen vragen ook die geconcentreerde citroensap. het is eigenlijk wel het redmiddel van dat je dan een paar druppeltjes... Weet je, als je er geen citroenen in huis hebt of wat dan ook. Je kan dit ook in kleine flesjes doen en dus in je tas stoppen voor stel dat. Maar een verse citroen is gewoon het allerbeste. Dus, de test is: drink een beetje citroenwater. Wordt het citroen, brandend maagzuur, erger? Dan weet je, jij bent een van de 1%. Je hebt te veel maagzuur. Gaat het helemaal goed? Verkeert het lekker? Dan weet je, je hebt te weinig maagzuur. Dus dan kan je het op deze manier aanvullen. En het is vooral lekker echt bij vet eten. Denk bijvoorbeeld aan het kerstiné. Dan zou ik het van tevoren al even nemen. Een kwartiertje van tevoren, lekker je maagzappen aanvullen. Of als je een keertje. Uit eten gaat of wat dan ook en je denkt, oh te vet, dan hebben we dit nodig. Want citroen lost vet op. En um, dat hebben we ook nodig in die maag. Maar ook citroen is, weet je, tussen schoonmaker. Dus het maakt ook lekker schoon. En het, het is zuur, dus het um, brengt je maagzuur op pijl. Dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. Uh, en ik ben benieuwd, heb jij te veel of te weinig maag. Uh, Zuur, maar dit is echt een ideale tip. Ook al heb je nergens last van, wat ik al zei bij de kerstdiner of wat dan ook. Citroenwater helpt fantastisch. Succes! Doeg!